Staatssecretaris Mona Keijzer heeft gisteren een motie afgewezen die ingediend was door D66 en de VVD. In deze motie vroegen de Kamerleden Paternotte en Weverling om te experimenteren met het 5G-netwerk in Groningen. Ontwikkelaar 5 Groningen mag geen gebruik maken van de gewenste frequentie van 3,5 gigahertz. Dat vinden wij heel vervelend, vind ik teleurstellend dat we niet alvast mogen testen. Ja, het lastige is dat juist boven die lijn Amsterdam-Zwolle zit het Burumstation in Friesland, waar dus zwakke signalen op die frequentie worden afgeluisterd door Defensie. En als we hier gaan testen met die frequentie, dan worden die signalen dus eigenlijk voor de Defensie niet meer hoorbaar, met alle gevolgen voor Defensie. Dit betekent niet het einde van het experiment. 5 Groningen gaat het netwerk nu testen op andere frequenties, maar dat is niet ideaal. De andere frequenties voor 5G hebben in dat opzicht wat nadelen. De 700 MHz heeft veel minder capaciteit. En de 26 GHz die heeft wel heel veel capaciteit, maar daar moet je veel meer antennes voor neerzetten. Dus 3,5 is eigenlijk wel de ideale frequentie. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen vergelijken met een racewagen van Max Verstappen waar een snelheidsbegrenzer op zit. Je komt vooruit, je bereikt de finish, maar je wint de wedstrijd niet. De staatssecretaris geeft aan in de zomer met oplossingen te komen voor dit probleem. Dit is volgens Kamerlid Paternotte en 5 Groningen hard nodig om voorop te blijven lopen. Er moet een oplossing komen, want uiteindelijk willen we 5G uitrollen in heel Europa, dus ook in Nederland, op die 3,5 gigahertz. Dus we moeten wel een oplossing vinden om daarmee vooruit te kunnen. En dat is dus iets waar we eigenlijk al heel graag snel een antwoord op willen. Dit besluit zal geen invloed hebben op het gebruik van je mobiel. Het netwerk is zover nog niet ontwikkeld. De gemiddelde consument zal niet gelijk in 2020 5G gaan hebben, want we kunnen met 4G ook nog een flink aantal jaren vooruit, omdat we daar heel veel mee kunnen, zeker op onze smartphones.